Iedere vrijwilliger draagt levenservaring met zich mee. Misschien heb je zelf een tijdje geen woonruimte gehad of weet je hoe het is om financieel in de knoop te zitten. Het kan ons allemaal overkomen. Al deze ervaringen vormen je en verrijken jouw vrijwilligerswerk. Reflecteren op je eigen ervaringen. Nadenken over hoe jij zelf benaderd wilde worden. En het delen met anderen helpen je om jouw eigen ervaringen te overstijgen. Dat maakt je ervaringsdeskundig. Jij weet waar je het over hebt. Om ervaringsdeskundig te worden begin je bij jezelf. Door het proces van zelfreflectie en acceptatie ontwikkel je een extra antenne. Hiermee kun je nog beter afstemmen op de ander en weet je wat helpt of wat juist niet helpt. Dit geeft je een unieke positie in het vrijwilligerswerk. Je bent geen professionele hulpverlener ook geen vriend, maar je bent een steun in de rug en iemand met levenservaring. Het vergt tijd en energie om ervaringsdeskundig te worden. Je hoeft niet meteen alles te kunnen en alles te weten. Juist door aan de slag te gaan leer je. Als ervaringsdeskundige vrijwilliger heb je een extra plus waardoor je iemand op een natuurlijke manier kunt ondersteunen. Tegelijkertijd ontwikkel je ook jezelf. Een ervaringsdeskundige vrijwilliger telt voor twee.